Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan. Sinds de opening van de Mall of the Netherlands in maart 2021 kan het in het weekend, tijdens vakanties en op feestdagen, drukker zijn in de mall en op de toegangswegen er naartoe. Dat is vervelend voor bewoners en bezoekers. Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor een levendige gemeente waar het prettig wonen is. De gemeente heeft het afgelopen jaar extra maatregelen genomen om de doorstroming van het verkeer rondom de mall te verbeteren. Zo zijn er extra parkeerborden geplaatst om de parkeerroute duidelijker aan te geven. Op de N14 en rondom de Mol zijn slimme verkeerslichten geplaatst. Het Operationeel Mobiliteitscentrum houdt continu in de gaten waar extra maatregelen nodig zijn bij drukte. De gemeente onderzoekt de luchtkwaliteit. En de gemeente doet parkeermetingen. Om een beeld te krijgen van de belangen van de bewoners in de omgeving, heeft de gemeente een buurt gehouden en is in gesprek gegaan met omwonenden van de Mol. De bewoners hebben vier duidelijke wensen. Allereerst willen ze geen oponthoud als ze zelf ergens naartoe willen. Ten tweede willen ze minder overlast ervaren van het verkeer. Denk bijvoorbeeld aan uitstoot en getoeter. Ook moeten er voldoende parkeerplekken zijn om in de buurt van de eigen woning te kunnen parkeren. En er is behoefte aan duidelijkheid: wat gaat de gemeente doen en wanneer? Maar hoe kan de verkeers- en parkeersituatie verder worden verbeterd? De gemeente werkt hiervoor aan verschillende maatregelen. Allereerst wordt er gekeken aan het verbeteren van de doorstroming van het verkeer. Dat kan bijvoorbeeld door de inzet van meer slimme verkeerslichten. Het kan ook door aanpassingen op straat, zoals bijvoorbeeld een extra rijstrook op de Heuvelweg voor het verkeer dat linksaf naar de N14 wil. Ten slotte kan het door bezoekers van de mol te motiveren om niet allemaal tegelijk op hetzelfde moment naar de mol te komen. Er wordt ook gewerkt aan het verminderen van het zoekverkeer rond de mol. Dat wordt gedaan door het verbeteren van de bewegwijzering en reisadviezen van de routeplanner in de auto, maar ook door de inzet van parkeerregelaars. Een derde maatregel is het stimuleren van de fiets en het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer zou je bijvoorbeeld kunnen stimuleren door het verbeteren van de halte aan de heuvelweg, waardoor trams sneller het kruispunt kunnen passeren en reizigers veiliger en beter naar de mol kunnen komen. Het stimuleren van de fiets kan bijvoorbeeld door het aanleggen van een bewaakte fietsenstalling. Tot slot wordt er ook gekeken naar het verbeteren van de parkeersituatie rondom de mal. Er zou bijvoorbeeld beter aangegeven kunnen worden waar bezoekers wel en niet mogen parkeren. En daar zou strenger op gehandhaafd kunnen worden. Ook kan er nagedacht worden over het invoeren van blauwe zones in de wijken rondom de mal. Deze opties rondom het parkeren in de wijken hebben zowel voor- als nadelen. De gemeente wil graag weten van bewoners hoe zij dat zien, zodat er samen keuzes gemaakt kunnen worden. De gemeente organiseert daarom informatieavonden, richt een klankbordgroep op en houdt peilingen onder een bewonerspanel. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan op de website www.lv.nl/mol.